Hallo mensen, het gaat nog altijd niet goed met mij. Ik heb nu momenteel heel veel steken. Ik geef het eerlijk toe. Maar ik moet toch gaan werken. Dus ik ga ook werken. Ik heb amper geslapen van de steken. Maar ja, we gaan eens kijken wat we er nog tegen kunnen doen. Als het echt niet gaat, deze middag ga ik gewoon terug naar huis toe. Dan ga ik gewoon terug opnieuw rusten en ga ik gewoon terug opnieuw naar de dokter toe. De dokter is op de hoogte gesteld dat het kan zijn dat ik vandaag ga bellen. Omwille van die steken kan zijn dat ik dan ook op darmonderzoek moet gaan en al. Dus ik ben er nog niet vanaf. Ik ben er nog niet vanaf. Nee. En mijn maag zit nu al terug te grommelen en ik heb juist gegeten. Ik snap het gewoon niet. Ik snap het gewoon niet, hè. Zoveel pijn. Dan kunnen ze er nog niks aan doen. Nee. Sabes, ga ik ook nog sowieso de Q&A opnemen. Er zijn redelijk wat reacties binnengekomen, heb ik gezien. Ik kan u wel heel snel nog, want ik heb daar nog de tijd voor. Maar dat is pas wel om 20 na vertrekken. En dat is nog maar 10 na. Ja, mijn computer is dus aan het opstarten. Toch wel schoon, hè, eigenlijk, die computerkast. Wauw. En nu even mijn wachtwoord ingeven. Wat jullie niet mogen weten, want het is mijn belangrijkste paswoord. Oké, eens even kijken, hè. Hoeveel reacties? Eens even kijken naar YouTube Studio. Content. Tot aan de vorige Q&A, hè. Zo gelijk de vlog die om 7 uur online moest komen. Voilà. Dus wacht, hè. Dus vlog 1211 zijn er 11 reacties. Vlog 1210 7 reacties. Psycho in het ziekenhuis, 9 reacties. Dan afwas doen, 1209, 17 reacties. Vlog 1208, 7 reacties. En dan de vorige Q&A, 1207, 6 reacties. En dan nog 1206, ik pak altijd nog een flasje daarvoor. Daar zitten we aan 9 reacties. Dus in totaal. Ik ga even rekenmachine erbij nemen. Valassa. Rekenmachine. 7 plus 9 reacties. Plus 17 reacties. Plus 7 reacties. Plus 6 reacties. Plus 9 reacties. Ik ga 55 reacties allemaal beantwoorden. Damn you. Dit ook nog. Juist, vooraleer dat ik jullie ga verlaten en naar mijn werk ga vertrekken. Ik heb ook sinds kort een forum. Voilà, ça. Hier is de forum. Daar kun je van allerlei dingen ook op doen en al. Er wordt al regelmatig al een postje gedaan. De gebruikers zijn heel goed aan het stijgen. Daar ben ik ook al echt heel blij om. Deze maand hebben we al... Kijk, 16 nieuwe registraties bijgekregen, wat ook al heel mooi is. Maar ik hou jullie op de hoogte, dus we zitten vandaag de laatste dag, dus vanaf morgen weten jullie het exacte aantal hoeveel dat er hebben geregistreerd op 1 maand tijd. Ja, het is nog maar pas open, hè? Dus volgende maand februari gaat er wel meer registraties zijn. Hoe ga je op die forum? Dat is http://spotnet, dus S van slang, de P van papa,
De O van Oor, de T van 10, de N van Nico, de E van Erik, de T van 10, plus, plus zei ik nu, punt, actievorm. A, C, T, I, E, vorm.com. En dan zit je op mijn forum. Dus ik ga nog eens herhalen. http://spotnet.actievorm.com. Dus spotnet.actievorm.com. Voilà. Ik heb een paar keer nu gezegd, hè. Ga er ook eens naartoe en registreer u, zal ik zeggen. Ik wil er iets heel leuks van maken van die forum. Maar dat kan ik niet alleen. Dat kan ik alleen maar ook door jullie. Ik ga nu wel straks van vertrekken. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Hallo, hallo, hallo allemaal. En welkom weer op een Q&A. Ik wil nog even eerst iets mededelen. Ik heb heel veel buikpijn en al. Dus het kan zijn dat ik er soms eens in de tussentijd zo doe. Of ja, dat ik pijnscheuten heb en al. Ik neem mijn medicatie goed en voldoende. Wat ook de dokter heeft voorgeschreven. Ik ben vandaag trouwens terug weer op bij de dokter geweest. En ik moet vrijdag opnieuw op controle gaan. Als je zoiets hoort, ja, dat zijn mensen die iets zeggen op Messenger. Sorry daarvoor. En dan heb ik ook nog iets nieuws. Spotnet.actievorm.com. Registreer u daar, want daar ben ik op mijn ook zowel op de qmusic.actievorm.com. Daar zijn we iets heel leuks en groots aan het proberen uit te laten bloeien. Maar de actievorm van mij staat hier onderaan in de beschrijving. Vlaamse strijder, integraal jammer dat er geen beelden zijn van de drone crash bij deze. Ik weet het, het was gewoon tegen de net aangevlogen en daar was ik dan een vleugel kwijt gespeeld. E-mail Pro Viewbot, 17.18. Ik ben geen dokter, maar ik denk dat je dagelijks reis met curry en zwamworstjes eet het probleem is. Nee, dus ik heb het juist misschien wel uitgelegd. Ik heb blaasjes op mijn darm. En ja, en dat doet heel, heel, heel veel pijn en al. Ik ben nu zware medicatie aan het nemen. Ik ben onderzoeken aan het ondergaan bij de dokter en al. Als ik dit eens ergens doe of zo, dat betekent dat ik een pijnscheut heb. Echt waar, in mijn darmen en al. Het is niet leuk. Het is echt voor niemand niet weggelegd. Bronnen Crusher, een goede video, dankjewel. Imos Pro Viewbot, allee, dat is alweer een goeie. Uw drone is al kapot. Mensen. Oké. Ik krijg redelijk wat reacties omhoog van die nieuwe vorm en al. We zijn dan nog allemaal zo wat aan het instellen. Dat azertje, ik heb daar vroeger ook nog gelopen, die wedstrijd. Ah, cool. Ah, wel, als dat de volgende keer nog een keer is, spring dan ook eens gerust binnen en kom een handtekening of een shout-out doen in mijn video, hè. Voilà. Spes him. Beter eens water drinken in plaats van altijd die Fanta, dat klopt. Ik ben nu ook meer en meer en meer water aan het drinken. Dan gaan we door naar de vlog 1207, 6 reacties. Speciaal een goede Q&A, Dimi. Top kanaal. Azertje, Tinto.25, dankjewel voor de shoutout. Dat is graag gedaan, Azertje. Dus een shoutout naar Speciaal, Azertje, Erik Palmes, Pony Crusher en E-mails Pro Viewbot. Voilà. Als ik er nog mensen ben vergeten, excuse me. LWS bijvoorbeeld. Vlaamse strijder bijvoorbeeld. Ik ben nu even heel snel aan het kijken. Als ik nog mensen, nu andere nicknames zie. Jo Klaas, Gino De Leo. Een shout-out naar ik zie niet direct andere nicknames. Encrypted, jawel, ook een shout-out naar Encrypted toe. Voilà, alstublieft. Speciaal, misschien kan je eens
ASMR eten video maken, zoals je nu woken met choco at in video. Ah, oké. Okay. Erik Palmes, Dimi, ik heb de vorige keer al gezegd dat de Q&A te zacht is tegenover de video's die je tussendoor laat zien. En nu doet je het weer. En dan luistert je zogezegd naar uw fans. Als mijn volume op het hardste zet, dan hoor ik amper en dan komt ene video en nu ben ik bijna doof daardoor. Ik moet morgen naar de oorarts. Dankjewel. Ik heb het nu wel gecontroleerd, dus normaal gezien staat nu mijn Q&A ietsjes harder. En dan zeg je nog dat je de hele Q&A hebt nagekeken op geluid, klopt niet. Hier zeg je dat trouwens. Ja, dat eigenlijk ook. Bonnie Crusher, veel beterschap, dankjewel. Speciaal met die steken is van uw ongezonde levensstijl, Tibi. Je eet enkel boterhammen met choco, chocomelk, Fanta, macaroni, zwamswatjes en bloedsuikerspiegel is sowieso naar de fanjes. De bloedsuikerspiegel is sowieso naar de fanjes. Doe er wat aan. Meer groente en fruit eten. Ik ben er momenteel mee bezig. Oké, dan gaan we naar vlog. Naar vlog 1208 LWS. Ik zou graag eens een reaction video zien op mijn eerste vriendin. Een reactie video zien op mijn eerste vriend. Met mijn eerste vriendin. Heb jij dan iets gemaakt? Ik zie geen content op uw kanaal LWS. Gelieve ook bij terugkijken van oude vlogs de reacties te lezen. Dat zal ik de volgende keer ook wel eens doen. Dus al die reacties wat ook dan onder die vlog staat ook nog eens voorlezen. En daar ook dan nog eens misschien een mooie reactie op te doen. Je zit duidelijk dat je nog aan de weed zat in vlog 135. Dat kan goed zijn. Ik heb daar echt heel lang aangezeten. Ik geef ik eerlijk toe. Vlaamse strijder, ideeën voor een volgende oude beeldenvideo. Reageer op vlog 885 bij deze, want hier had je toch van alles gesmoord, denk ik ze. Dat hangt eraf als de generator die getalletje eruit vist, dan lees ik het ook voor. Imus Pro Viewbot, je zag er niet jonger uit, maar wel gezonder vroeger. Dankjewel. Ik weet het, ik ben proberen nu terug naar mijn gezonde levensstijl aan het gaan, maar het is echt niet zo gemakkelijk. SpCM, waarom is de stuk van Bambi weg? Omwille dat Bambi dat heeft, specifiek heeft gevraagd aan mij. Sorry aan Bambi bij deze. Dan zitten we aan vlog 1209. 17 reacties, maar ik zie ze niet allemaal. Imus Pro Viewpod, 6.55, goed op de baan aan het letten, Dimi. Oei, heb ik dat daar niet gedaan? Dus even kijken. 3 maal 1 tablet. Dat ik zo die doosje was af aan het lezen van mijn deze hier. 1 maal tablet tijdens het ontbijt, 1 maal tablet tijdens het middagmaal, 1 tablet tijdens het avondmaal. Voilà, ik heb het nog een keer eens gezegd. SpCM, Dimi, gezonde levensstijl is minder zieken worden. Eet meer groente en fruit. Dat heb je al een paar keer nu gezegd. En dan komt hier een heel lange tekst. Sorry als ik deze ga voorlezen, maar het staat ook in de reacties. Beste Dimi. Als je zoveel last hebt van je maag, is het misschien aangewezen eens te kijken naar wat je je maag te verwerken geeft. We zien je in de vlogs enkel ongezond voedsel eten. Sandwichje met choco. Chocomelk met meer chocoladepoeder dan melk. Croissants. Croissants lust ik al niet. Kaas lust ik ook al niet. Ja, ik bedoel wel kaassaus. Bijvoorbeeld de macaroni en al, dat wel, maar niet zo kaas. Gefriteerde kroketten, dat eet ik wel weer al. Frisdrank, ja dat drink ik ook wel redelijk veel, maar nu ben ik ook wel aan het overschakelen naar water. En nu zeg je dat je weer naar de Burger King gaat, enzovoort.
Nee, wat ik daarmee bedoel is, als ik een timestamp wil maken, dat ik naar Chris rij, dan zet ik mijn recording op stop bij de Burger King. Ergens in de regio bij haar. En dan, als ik daar dan opnieuw passeer bij de Burger King, van bijvoorbeeld als ik van haar naar mijn thuis ga, dan zet ik die daarmee in terug, daar pas op, en dan begin ik daar weer om mijn timestamp van te maken. Ik heb daar nog niet gestopt bij de Burger King. Echt nog niet. Ik weet niet hoe dat daar binnenin uitziet. Dus, sorry. Ik ben daar echt heel eerlijk in. Enzovoort. De lijst is eindeloos. Maar we zien je nooit groente en fruit eten. Groenten, vis, veel vezels en voldoende beweging zijn belangrijk voor de maag. Geen groenten en fruit wil ook zeggen dat je niet voldoende vitamine binnenkrijgt. Een tekort aan vitamine C kan zo bijvoorbeeld ook leiden tot scheurbuik in extreme gevallen. En een algemene tekort aan vitamine kan leiden tot allerhande andere kwaaltjes, zoals gescheurde mondhoeken, wazig denken, rappe vermoeidheid, slechte conditie, verlaagd metabolisme en vooral een sterk verzwakt immuunsysteem. Als je immuunsysteem plat ligt, is het niet moeilijk dat je rap klachten hebt van alles en nog wat, waardoor je ook stress zoals je jezelf aangaf. Ik zou de volgende keer ook zeker eens met de dokter bespreken wat je dagelijks eet, hoeveel je beweegt en of je hier geen verandering in moet aanbrengen. In plaats van de hele avond tv te kijken, kan je daarvoor ook een kwartiertje vrijmaken om een wandeling te maken in de frisse lucht. Dus noods gewoon even de straat op en af. Je zegt dat je lijdt onder te veel stress, maar kom dan eens buiten om te ontspannen. Continu binnen zitten geeft je geen verfrissing en zo kan je onmogelijk tot rust komen. En buiten staan met je drone telt niet als beweging. Een frisse lucht door beweging die je maakt bij wandelen, joggen en lopen helpt je maag- en darmstelsel zelf een handje met verwerken van je voedsel en eventueel overschotten aan lucht. Verder is het bij ziekte ook aangewezen om voldoende vaak je bedden goed te verversen. Want je bed is plaats waar je herstelt van ziektes en daar hoort het schoon te zijn om de herstellingen te bevorderen. Voldoende uren slaap, meer dan 8 uur, moet haalbaar zijn als je een beetje je best doet. Is ook noodzakelijk voor deftig herstel. De maag is iets delicaat en hoe langer, hoe meer dat onderzoek aantoont dat je maag werkt als ons tweede brein, echt waar, moet je maar eens opzoeken. Dus verzorg jezelf goed en sta je herstel niet in de weg door je eigen ongezonde keuze van levensstijl. We zijn je fans. We hebben het beste met je voor. Bespreek het alsjeblieft eens met je dokter. Groeten. Dankjewel, Charles van der AA, van deze hele lange tekst voor te lezen. Ik heb daar ook al een antwoord op gegeven. Ik heb het gelezen en heeft me gepakt. Zal het zeker bespreken met de dokter. En dat heb ik nu vandaag ook gedaan. Alvast groeten. Een Vlaamse strijder. Gaan Chris en jij iets tof doen op 14 februari? Doe het veilig dan. Hey, alsjeblieft. Wij vast willen niet dat er een Demi Junior komt bij deze integraal. Ik en Chris hebben geen seksueel contact. Dan weet je dat. Ja. Ik heb even een paar mensen beantwoord op Messenger. Dus daarom dat het ook even, heb ik ook pauzeren gedaan en even verder geholpen. Moet ook gebeuren, hè, mensen? Dan Vlaamse strijder. Groetjes. Ik wil graag de groetjes doen aan alle trouwe fans die altijd maar... Ze kunnen echt mij niet met rust laten, hè? Ze kunnen mij echt niet met rust laten. Ik ga gewoon verder. Vlaamse strijder. Groetjes. Ik wil graag de groetjes doen aan alle trouwe fans die altijd maar weer opnieuw kijken naar dit soort vlogs bij deze...
Oei, dat is een antwoord. De groeten aan de Vlaamse strijder. E-mails pro viewbord. Vlaamse strijder, waar was de vlog van gisteren, meneerke? Ik eis 2 vlogs nu. Ze zijn allemaal online gegooid, hoor. Vlaamse strijder, groetjes. Ik wil groetjes. De groetjes doen aan Dimitri Remus. Dankjewel, Vlaamse strijder. De groetjes terug. Vlaamse strijder, volgens mij ben je echt verliefd op Chrisje. Kom aan, Dimi. Speciaal naar Chrisje gaan als je ziek bent. Kom maar, je kan toch beter thuis blijven dan bij deze. Of moet je toch toegeven dat Chrisje en jij vogelen integraal? Nee, we zijn gewoon een vriendschapskoppel. Meer niet. We hebben totaal geen seksuele bekeringen en al. Dus dat geef ik eerlijk toe. Hoe vaak moet ik het nog zeggen? Is Bambi nog kwaad op u? Ik weet het niet, Speciem. Speciaal, we gaan sporten met Chris, joggen of zo. We zijn nu terug begonnen met veel, maar ook veel gaan te wandelen. We gaan nu proberen toch regelmatig terug wat gaan te wandelen. En dan maak ik daar ook weer al wat vlogs over. Dan Psycho in de ziekenhuis, 9 reacties. Speciaal, veel beterschap aan Dimi gewenst. Hopelijk komt dit bij u terecht, misschien via Psycho TV Team. Azertje, oei, dat is minder nieuws, Dimi. Veel wetenschap, hopelijk stop dat maaggedoe een keer. Dat wel, ik word er echt zot van. Schrik nu. Dat is echt niet leuk. Tietje Jean-Paul, heel veel beterschap, dankjewel. Gino de Leeuw, beterschap, dankjewel. Jo Klaas, beterschap, ik was gehack. Dankjewel. Iemands Pro Viewpod, je kunt toch ook goed overdrijven. Je hebt waarschijnlijk de ziekenwagen gebeld en die zijn u komen halen. Je bent toch echt niet te doen, hé man. Daar heb ik dan op geantwoord. Ik heb geen ziekenwagen gebeld. Chris heeft me gebracht naar spoed. Dan Iemands Pro Viewpod. Oké, bij deze, sorry. Dan ik opnieuw. Ik was in elkaar gekrompen van de pijn. Speel ik dat dan? En je excuses zijn geaanvaard. Zo moest dat zijn. Geaanvaré staat daar. Oké, en dan vlog 1210. 7 reacties. Vlaamse strijden. Zit je nu weer al uw hoe uitgesprek als ho? Dit is Engels. Chrisje gaan halen. Kom aan. Geef het gewoon toe dat jullie samen zijn. Nee. Oh. Vlaamse strijder 2.05. Ik moet toegeven, ik ben aangenaam verrast van jouw acteerskills. Ik zou verhuizen naar Hollywood. Als ik jou was, speelt je direct mee in films met Brad Pitt, Leonardo DiCaprio en noem maar op bij deze. Fuck. Even timeout, ik ga even pauzeren. Je hebt je tanden dus gepoetst deze maand. Proficiat, dankjewel. E-mails profielbot, ik doe het nu wel elke morgen. Vlaamse strijder, 2.40. Je liegt hier weer al. Dimi, er zit helemaal geen thuislab in deze video. Oei, ben ik dat vergeten? Sorry. Oei, ik heb alweer al reacties al Twitter. Vlaamse strijder, 3.02. Ah, hier doen jullie het dus op. Is het niet een beetje onhandig? Hè? Dan de luchtmatras ligt al klaar voor Chris. Ahaha. Daar hebben we hebben totaal geen seks. Echt waar niet. Vlaamse strijder, ik denk dat Chrisje een kotdikker is. Bij deze integraal, nee. Waarom de F sta je Chris uit raam te roepen? Ik moet eerlijk toegeven, ik vind het maar raar. Ik trek er slecht van integraal bij deze. Huh? F? Chris! Juist, ja. Dank je. Chris! Wow. Mensen, nog even geduld hebben.
Chris is er deze avond. Chris is er deze avond. Jawel, dames en heren. Chris is er. Ik wou dus zo in een scène zetten dat er heel veel fans vooraan in een gebouw stonden voor Chris zo te roepen. Oké. En dan 1211, 11 reacties, iemands pro viewpot, 11.05, geen race met Curious thuis en Swanwatches meer, nee! Vlaamse strijder, wat zei de dokter? Dat je altijd hetzelfde eet, want dat is een probleem. Dimi zorgt eens voor dat je variatie in je voeding en veel groentjes. Ik heb het al uitgelegd, al heel vaak nu in deze Q&A, dus ik kan het niet meer herhalen. Vlaamse strijder, wat ik van de vlogs vind, er waren er die er te veel te laat waren bij deze. Ja, sorry. Mijn excuses ervoor. Dan. Vlaamse strijden. Waarom ga je eigenlijk altijd winkelen in de Carrefour in Hasselt? Er is toch ook een Carrefour in Alken die dicht bij jouw appartementje. In de Carrefour in Hasselt hebben ze redelijk meer producten en al ook wel ook goedkope producten en merkproducten die je hier in de Carrefour daarginder niet kan terugvinden. Ik geef het eerlijk toe. Daarom dat ik dan naar Hasselt ga. Zo gelijk sandwiches aan €1,25 voor 15 stuks. Dat zal je toch niet rap ergens anders vinden. Dan. Iemands pro viewpot 11.26. Zit je nu echt aan het wenen omdat je geen frikandellen meer kunt eten met curry ketchup? Nee, ik ben daar niet voor aan het wenen. Je moet meer groente eten bij deze. Ik weet het. Wat een vieze begin. Sorry, encrypted. Dat iemands pro viewpot opnieuw 1.02. Waarom spuit je dat in uw mond? Ah, dat is van die Enzo Knol spuitpistje. Ik had dat per ongeluk in mijn mond gespot. En ik zeg het niet, dat was niet lekker hoor. Dankjewel om een deel uit te maken van mijn leven, van de Q&A en al. Ik ga nu rusten. Ik ga mijn maasje wat rust gunnen en al. Ik moet dus nu nog in een vlog in elkaar steken. Met deze Q&A erbij. En dan ga ik wat rusten. Vergeet geen blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online komt. Ik ga sowieso of een livestream of iets anders online komt. Ik kan sowieso nog één ding niet zeggen. Dat is, ik heb niet zoveel. Ik ga proberen wel elke dag een video te maken. En jullie ook wat te horen te houden hoe het zit met mij en al. Hoe het gaat met mij en al. Dus zo kunnen jullie mij dan opvolgen. Ik ga jullie laten. Salut, joe!